Welkom bij de 7e aflevering en het is een belangrijke aflevering omdat we nu een overgang gaan maken van het Oude Testament, waar we de laatste 6 afleveringen zijn geweest, naar het Nieuwe Testamentverslag. We staan op het punt te gaan kijken naar de 12e grote historische gebeurtenis in de geschiedenis van de natie Israël en zie het als het laatste of het ultieme doel van alles dat is gekomen waarover we spraken in onze eerdere afleveringen. We stonden een tijdje stil in de vorige aflevering in een bepaalde periode in de tijd. De tijd van de deportatie, toen het zuidelijke koninkrijk in Babylon was voor 70 jaar. Wat de gevolg was van hun ongehoorzaamheid aan God en de straf van God op grond van het Mosaïsche verbond. Maar tegelijkertijd ook een geweldige aanmoediging dat God het volk gaf door 3 lichten, de profeten van die periode, Daniël, Ezechiël en Jeremia. Om ze te laten zien dat hij ze niet vergeten is. Ja, er is discipline om bepaalde redenen en ze moeten daarmee dealen, maar als ze terugkeren op hun knieën, slaande op hun borst, dan zou God het programma weer op gang zetten bij wijze van. Een programma dat begon met Abraham en als van daaruit doorging. We hebben enige tijd besteed aan het kijken naar Jeremia 29:11 als een voorbeeld van een vers dat vaak verkeerd wordt begrepen. Maar nu, doordat we het voordeel hebben om vanaf het begin naar de verhaallijn te kijken en de contracten, de verbonden te begrijpen die lopend zijn voor de natie Israël in de tijd dat Jeremia dit schreef, nu heeft dit specifieke vers een geheel nieuwe betekenis voor ons. Hopelijk begrijpen we het nu in het licht van wat de auteur bedoelde, dat God geen nieuwe belofte doet daar, maar bevestigt gewoon opnieuw voor de trouwe Joden de oude belofte dat hij 1500 jaar eerder had gegeven, dat hij ze naar het land zou terugbrengen, hun fortuin zou herstellen. Hij heeft ook wat discipline voor een aantal andere mensen, voor hun rampspoed en niet welzijn. Er is een les voor ons in dus, over hoe we onze Bijbel lezen in het licht van de grotere verhaallijn en ook in het licht van de oorspronkelijke context. Een regel die je kan aanhouden hiervoor is: lees nooit een Bijbelvers. Wil je weten wat een Bijbelvers betekent, dan moet je minstens een alinea lezen. En als je met het verhaal van het Oude Testament werkt, dan misschien wel een hele pagina of hoofdstuk. En zelfs dan moet je de verhaallijn in gedachten houden. In deze aflevering gaan we kijken naar de komst van de Messias. We gaan een beetje nadenken over de Joodse verwachting van de eerste eeuw van de Messias. De Joden hadden een verwachting op basis van hun verleden. En we hopen dat men wat sympathie zal voelen voor die verwachting. In het licht van wat er is onthuld en ook een aantal problemen ermee gaan zien. We gaan ons een soort profiel schetsen, een profiel van de beloofde redder. Dat is gebaseerd op een aantal dingen die al zijn onthuld, in de Hebreeuwse geschriften die eerder zijn gekomen. We gaan ook wat achteruit kijken en in het licht van de dingen die gebeurd zijn, gaan we een aantal dingen zien die al in de tekst stonden en die we toen niet opmerkten. Dus er is een gevoel van dynamisch spel, zeg maar. Waar ook al is het Oude Testament dat het Nieuwe Testament informeert, er is een manier waarop het Nieuwe Testament ons gaat helpen sommige dingen te zien die al in het Oude Testament stonden en die we niet zagen. We gaan kijken naar de unieke kenmerk van de man die God werd en we gaan kijken hoe de heraut, de aankondigers van de Messias, de mensen die spraken toen deze grote Messias koning kwam, wat ze over hem te zeggen hadden, over de grote koning van Israël, de redder van de wereld. Maar voordat we verder gaan, laten we de 5 punten nog eens kort benoemen van het christelijke wereldbeeld. Beschreven door de woorden God, mens, Jezus, kruis en opstanding. En nu de 12 belangrijkste historische gebeurtenissen van de natie Israël. De oproep van Abraham, de geboorte van Isaac, Jozef in Egypte, de Exodus, Mozes die de wet geeft, Joshua verovert het land, de 3 koningen van het Verenigd Koninkrijk, Saul, David en Salomon. Het koninkrijk split zich in 2, het noordelijke koninkrijk Israël en het zuidelijke koninkrijk Juda, dan komt de Assyrische verstrooiing van het Noordse Rijk, de Babylonische gevangenschap van het zuidelijke koninkrijk, de terugkeer naar het land en nu gaan we verder bij de 12e, de komst van de Messias. Ons hoofdthema voor de Bijbel in deze reflectie is God zijn heerschappij over zijn koninkrijk. Ons doel is geweest om het reddingsplan te begrijpen dat God heeft opgesteld en hoe hij van plan was om dit te gebruiken om zijn heerschappij over alle koninkrijken van de aarde te herstellen. We hebben het plan een beetje zien ontvouwen, hoe God werkte door zijn gekozen gereedschap Israël. We hebben het Oude Testament doorgenomen, we hebben stukjes van de puzzel zien verschijnen,
Sommige van deze zijn met elkaar verbonden en sommige moeten nog worden verbonden. Ik heb eerdere afleveringen wat verwijzingen gedaan naar het Nieuwe Testament en Jezus, maar de naam van Jezus is werkelijk in het hele verslag tot nu toe nog niet naar voren gekomen, omdat Jezus zelf nog niet in de geschiedenis is verschenen. Want we nemen een Bijbelse blik, een Bijbelse theologische blik, die door de Bijbelse geschiedenis heen loopt. En terwijl het zich ontvouwt, komen we nu net aan in de tijd van Jezus. Dus er is een manier dat Jezus nu net pas op het toneel verschijnt, zeg maar. De Messias komt om God zijn belofte te vervullen. Het hoogtepunt is bereikt in de laatste scène van dit drama, om het even simpel te verwoorden. En zoals bij elk drama zullen er enkele verrassingen zijn. Er zijn dingen die de auteur in het verhaal heeft geplaatst die ons in de eerste instantie zijn ontglipt. Ik weet niet hoe het met jou gaat als je boeken leest of films kijkt. Sommigen van ons houden de details in de gaten, want we weten dat een filmmaker alle details er niet voor niets in stopt. En dus weet je, een film waarin ze bijvoorbeeld aan het klussen zijn in het huis bezig en daar een spijkerpistool ligt en een opmerking over wordt gemaakt, pas op voor deze spijkerpistool, dan weet je dat deze spijkerpistool later wordt gebruikt om iemand pijn te doen en dan hopelijk de slechterik. Nou, dit soort details zit in alle verhalen die goed geschreven zijn. En dit verhaal waar we het over hebben, dit verhaal over de werkelijkheid, daar zien we dit ook. En dus zullen we sommige dingen zien opkomen en denken, oh, dat is dus waar het allemaal over ging. We zullen beseffen dat er een hint was in het Oude Testament, een puzzelstukje die pas duidelijk wordt als we zien wat er werkelijk plaatsvindt in het Nieuwe Testament. Voordat we hier naar kijken wil ik je iets laten zien over een Joodse verwachting in de eerste eeuw. Wij nu kijken terug naar de eerste eeuw en denken, jonge jongen, die Joden waren echt traag van begrip. Die discipelen waren ze achterlijk of zo. Gedurende 3,5 jaar met Jezus, hij vertelt ze dit, hij vertelt ze dat. En zelfs bij zijn hemelvaart, oh Jezus, is nu de tijd dat je het koninkrijk terug gaat geven aan Israël? Nee, maak je daar maar geen zorgen over. Ik heb wat ander werk voor jullie. Dus zijn ze nou traag? Zijn ze nou zo achterlijk? Het is makkelijk voor ons om terug te kijken en kritisch op ze te zijn, maar laten we ons even in hun schoenen plaatsen. Het nieuwe verbond, waarover we in het laatste segment spraken, was in het eerste instantie beloofd aan Israël. Het is een verbond dat twee brede bepalingen bevat. Nationaal herstel voor Israël, en hier gebruik ik het woord Israël als een allesomvattende term, waren Abraham, Isaac en Jacob. Jacob, de derde van de patriarchen, die de naam Israël kreeg. Dus soms is het woord Israël niet alleen bedoeld voor de 10 stammen uit het Noordelijke Koninkrijk, maar het woord gebruik ik nu voor het geheel Israël. Het nieuwe verbond was oorspronkelijk beloofd aan Israël. En er werd over gesproken door Jeremia die met Juda sprak, dat Israël er niet was, maar het ging over heel Israël. Aan alle Joden dat er een herstel zou komen. Een nationaal herstel voor Israël waarbij alle stammen zouden worden hersteld. Dat er een geestelijke opwekking zou komen voor heel Israël. We leerden ook dat de geestelijke voorziening voor de heidenen er was. Maar laten we eerlijk zijn, het is nog niet heel erg duidelijk. Het is in ieder geval niet de belangrijkste focus van het nieuwe verbond. In de eerste instantie hoe als het gegeven wordt. Een mysterie voor mij is trouwens hoe mensen tegenwoordig over het nieuwe verbond praten. Is het precies het tegenovergestelde. Het nieuwe verbond gaat allemaal over ons. De heidenen die de geest krijgen. En sommige van jullie waren zich misschien zelfs nooit bewust van het feit dat het nieuwe verbond gegeven is voor Israël en het omvatte hun nationale en niet alleen hun spirituele opwekking. Dit was een groot ding. Dus we maken dezelfde fout aan de andere kant. Daardoor werd de Joodse verwachting van de zegen van het nieuwe verbond bijna volledig begrepen in nationalistische termen. En we zagen hier dat dit ons niet zou moeten verbazen, dat de Joden iemand verwachten dat hen zou bevrijden. Een belangrijk onderdeel van het script was de belofte van een politieke redder voor Israël, een beloofde koning, de zoon van David, het Davidische verbond. Hij zou een gezalfde zijn, een messiaans figuur, een koning die het koninkrijk van God zou inluiden. En hij zou de opstandige landen overwinnen. Psalm 2 is een goed voorbeeld van een psalm dat praat over God zijn conflict met de naties. Het begint als volgt. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Een andere vertaling zegt, waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koning van de aarde stelde zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Psalm 2:1-2. Tegen zijn gezalfde, en dat is zijn Messias. De psalm legt verder uit hoe God op zijn troon zit en lacht. Trouwens, als je nadenkt over deze passage, deze opening van Psalm 2, lijkt het niet zo dat terwijl de tijd verstrijkt,
Alleen al in ons eigen leven dat zoiets als dit steeds vaker gebeurt, dat de naties in rep en roer zijn, dus specifiek het rep en roer waarover hier wordt gesproken, het is continu dat de naties een spirituele rebellie zijn tegen de soeverein van het universum. Of het nu op de grond van secularisme is, of een valse religie, de naties schudden nog steeds hun vuist naar God. De mensen bedenken wat vanuit het perspectief van God is en in feite is een ijdel iets. Het is tevergeefs om in opstand te komen tegen de koning van het universum. Ja, ze nemen een standpunt in, ze overleggen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Denk er eens over na wanneer je hoort over politieke dingen. Christenen die worden gedist, belachelijk gemaakt worden in onze cultuur. We worden vervolgd in andere culturen. Dit zijn koningen, naties en volkeren in opstand tegen God. En wat is het antwoord van God hierop? Die in de hemel woont, zal lachen en de Heere zal hem bespotten. En dan waarschuwt gij hem. Doe het niet. En later kust de zoon. In andere woorden, zoek en pleit voor vrede. Nou, de Joden begrepen Psalm 2 dat zij de belegerde natie waren en dat de andere naties tegen hen en tegen de gezalfde van God waren. Daniel had ook een eeuwig koninkrijk voorspeld, dat iemand als een mensenzoon op een eeuwige troon zou zitten. Wat de Joden overigens nooit hadden kunnen vermoeden. In die tijd natuurlijk, toen ze dit koninkrijk verwachten, dat in een actieve, sublieme nederigheid het God zelf was die de planeet zou bezoeken. En als een mens zou bereiken wat de mens in de eerste plaats zou moeten hebben gedaan, heersen over de werken van Gods handen. Psalm 8. En ze hadden zich niet voor kunnen stellen dat in het proces dat hij Israël zou redden, dat ook een grote menigte buitenlanders geënt zouden worden, volgens Romeinen 11, en waardoor de zegen van Abraham uitgaat aan alle naties. Nou, wie is deze gezalfde koning? Hoe zou hij zijn? Hoe zouden we hem herkennen? In zekere zin zou hij de perfecte combinatie, vervulling zijn van alles wat eerder is geweest. Hij zou een mens zijn. We weten dit omdat de allereerste verwijzing naar de redding, er was een belofte dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen. Genesis 3:15. We wisten dat hij een afstammeling van Abraham zou zijn. Hij zou een Jood zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Genesis 12:3. Genesis 49:10 lezen we. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersenstaf van tussen zijn voet. Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Dus de scepter, het gezag van de koning, zal uit de stam van Juda komen. Hij zou ook een afstammeling zijn van David, wat God specifiek belooft aan David in het Davidische verbond van 2 Samuel 7. We weten dat de koning geboren zou worden in Bethlehem, Micha 5, en hier lezen we dus: En u Bethlehem, Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, zijn oorsprong zijn van oudsher, van eeuwig dagen af. Dit was geen geheim voor de Joodse geleerden ten tijde van de geboorte van Jezus. Want toen de wijzen kwamen bij Herodes en hem vroegen waar is de geboren koning van de Joden, riep Herodes de schriftgeleerden en priesters bij zich en ze zeiden hem in Bethlehem, in Juda. Volgens de profetie van Daniel zou de Messias koning zo 483 jaar na de herbouw van Jeruzalem komen. Daniel 9:25. Dus we hebben dit soort delen, dit soort stukken, over wat we kunnen verwachten. Maar er is nog iets dat we leren van de stukken. De Messias koning zou een mens zijn, maar hij zou ook geen gewoon mens zijn. Hij kon geen afstammeling van Adam zijn in de normale manier. Zoals we al eerder bespraken in de vorige afleveringen, dat als Jezus als het ware op de normale manier was geboren, net als een zoon van Adam, zoals de rest van ons, dan zou hij hetzelfde probleem als ons hebben geërfd. Onder de toorn van God staan, een schuld van zonde hebben, een slaaf van zonde en van Satan zijn en spiritueel dood zijn. En weet dat Jezus degene was die zei dat hij de zoon is in het huis. En als de zoon zegt dat jij, een dienaar of slaaf, vrij bent, ben je werkelijk vrij. Johannes 8, waar hij specifiek praat over slavernij van zonde. Jezus was dus niet de slaaf. Dus deze Messias, deze redder, kon zelf geen slaaf zijn. Als hij op de normale manier was geboren, zou hij dat wel zijn. Dus dit suggereert in ieder geval dat er een speciale soort geboorte zou zijn voor deze koning. Hij moest een ongewone geboorte hebben gehad, waardoor hij een volledig mens kon zijn, maar op de een of andere manier uitgezonderd van het erven van de gevallenheid en de verdorvenheid. Ook aangegeven in het boek Daniel, deze koning, wordt beschreven als deze mensenzoon. En in de gedachte van Daniel is deze mensenzoon niet zomaar een man.
Hij zei dat hij als een mensenzoon zal zijn, maar het is duidelijk uit de beschrijving dat dit een glorieuze goddelijk figuur is, die hier uit de wolken tevoorschijn komt met kracht en grote glorie. Beeldspraak dat suggereert goddelijkheid. Daniël 7:13. En met al deze dingen op een plaats, toen kwam Jezus, geboren uit een vrouw, Galaten 4:4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Hij was een afstammeling van Abraham, een Jood. Hij stamde af van David. Zoon van David, ontferm u over mij, staat in Lucas 18:39. En in Marcus 10:47, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Hij werd geboren in Bethlehem. En hij werd 483 jaar na de wederopbouw van Jeruzalem geboren. Maar er is meer. Onthoud dat ik zei dat er enkele verrassingen zouden zijn. Enkele hints uit het verleden die we alleen duidelijk zouden zien wanneer alles gebeurd was. Laten we hier eens naar kijken. Het blijkt dat Jezus op brute wijze geëxecuteerd is door de kruisiging. En volgens het historische verslag aan het kruis lag Jezus naakt uitgestrekt, zijn handen en voeten doorboord door spijkers. En er waren heidenen die de Joden minachtend werden aangeduid als honden, die hem omsingelden aan de voeten van het kruis. De menigte die hem bespotte, de soldaten waren het lot aan het werpen voor zijn kleding. En op een gegeven moment tijdens de kruisiging schreeuwt Jezus aan het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan lezen we een hint uit het verleden Psalm 22. En deze hele psalm leest als een gedetailleerde beschrijving vanuit de eerste persoon van een kruisiging. Lang voordat zulke executies in praktijk waren. En de psalm begint als volgt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Psalm 22:2. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lippen op. Zij schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak op de Heere gewenteld. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden, als hij hem genegen is. Psalm 22:8, 9. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen, mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Psalm 22:15. Want honden hebben mij omsingeld en horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en voeten doorboord, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan, ze kijken naar mij, zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Psalm 22:17, 19. Nou, terwijl je dat nu leest in het licht van wat er met Jezus is gebeurd, zie je hoe dit er meteen uitspringt. En er is nog een hint van hetzelfde. Zacharias 12, vers 10. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. En ik denk dat hij hier doelt op het nieuwe verbondsbelofte van de geestelijke opwekking voor Israël. We lezen Zacharias 12:10. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Nou, wanneer doorboorden de Joden hun God? Op een Romeins kruis. Verbazingwekkend genoeg werd Jezus, hoewel hij tot het zijne kwam, door de zijne afgewezen. Ook al was hij een dienaar die leed voor hun zonden. En uiteindelijk niet alleen voor die van Israël, maar voor de hele mensheid. Het verslag toont dit, Johannes 1:11. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Ook lezen we in een hele bekende passage, Jesaja 53, en we springen even door delen ervan. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Jesaja 53:4. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken, want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Jesaja 53:8. Zij waren schuldig, toch werd hij genomen en ze beseften het niet. Jezus, volgens de ooggetuigenverslagen, werd opgewekt uit de dood. En Petrus herinnert ons eraan dat David dit voorspelde in een van de psalmen. Psalm hoofdstuk 16. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilig ontbinding ziet. Psalm 16:10. Dus dit nu zijn hints over deze mens. We hebben een profiel, de stukjes vallen samen, maar er is iets anders. Want hadden we niet gezegd dat deze koning een mens zou zijn, maar hij zou geen gewoon mens zijn? Nou, het blijkt dat Jezus geen gewone mens was, dat hij geen gewone afstammeling was van Adam,
maar was een echte mens geboren uit een maagd. En we zien deze hint uit het verleden in Jesaja 7:14. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren. Niet alleen dat Jezus, die blijkbaar volgens het verslag bestond voor zijn conceptie, Johannes 1:30, herinner je Johannes de Doper, hij is de stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg voor de Heer. Hij wijst naar Jezus en zegt, hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij is geworden, want hij was eerder dan ik, Johannes 1:30. Nou, laat me je een vraag stellen. Kenden Johannes en Jezus elkaar? Ja, want het waren neven. En wie was ouder? Johannes was 6 maanden ouder dan Jezus. En Johannes zegt, hij getuigt ervan dat Jezus voor hem bestond. Zoals we lezen in Micha over de koning die geboren zou worden in Bethlehem. Zijn oorsprong zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Micha 5:1. Dus hij werd geboren uit een maagd en toch bestond hij in alle eeuwigheid. Jezus was een mens die God was. God is geboren in een kribbe. Lucas 2:11. De engel over Jezus' geboorte. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker. In de stad van David. Hij is Christus, de Heere. Lucas 2:11. Hij is niet alleen de Messias, hij is de Heer die komt redden. In feite de vroegste belijdenis van de kerk was Jezus is Heer. Dit is een duidelijke erkenning van zijn goddelijkheid. Ons is van tevoren verteld dat God zou komen om de planeet te bezoeken. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Malachi 3:1. En Jesaja 40 zegt, een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Jesaja 40:3. En toen kwam Johannes de Doper. En Johannes de Doper zegt, ik ben de man uit Malachi. Ik ben de man uit Jesaja en daar is de man. Dit is degene, ik ben er getuige van dat dit de Zoon van God is. Jezus is de Zoon van God. Nou, ik wil dat je iets opmerkt over de uitdrukking Zoon van God. En mensen zijn, denk ik, en het is te begrijpen, hierover wat in de war. Omdat ze op een bepaalde manier niet zijn gaan staan in de sandalen van een Jood uit de eerste eeuw. Om de zoon van iemand te zijn, is om de aard te delen van degene van wie je de zoon bent. Als je een zoon verwekt, het kind dat je verwekt, deze deelt dezelfde aard als jou. Alles reproduceert naar zijn eigen soort. Volwassen mensen brengen kinderen voort die ook mensen zijn. Alles plant zich voort naar zijn eigen soort. Dus als God een zoon heeft, aangezien God een goddelijk wezen is, dan is elk echte zoon van God, ik bedoel niet een geadopteerde zoon van God, ik bedoel niet een soort van metaforische zoon, ik bedoel een werkelijke zoon van God, zal de goddelijke essentie hebben, deze doorgegeven door zijn vader. Daarom Jezus, die beweerde de zoon van God te zijn, was dit van hem in werkelijkheid een claim op godheid. En de Joden wisten dit. Je kan meerdere keren lezen in bijvoorbeeld Johannes 5:18 en Johannes 10:30, waar de Joden helemaal van streek zijn als Jezus deze woorden gebruikt. Hij zegt, waarom raap je stenen op om te stenigen, wat een doodstraf was trouwens. Ze zijn niet alleen boos op hem, ze gaan hem executeren. Een standrechtelijke executie gebaseerd op de overduidelijke godslastering. We lezen in Johannes 10:32-33. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele goede werken van mijn vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u mij? En de Joden antwoordden hem, wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege de godslastering, namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Zij begrepen de terminologie, zij begrepen de woordkeuze. Om te beweren de zoon van God te zijn, is om te beweren de goddelijke natuur te hebben. Het is te beweren zelf God te zijn. Nu de tekst zegt dat Jezus de enige geboren was van God, en we lezen dit in Johannes 1:14, en de verwarring die sommige mensen hebben over deze term, is dat ze enig geboren gezien als twee woorden. Hij is de enig geboren God, dus hij moet zijn geboren. En aangezien hij is geboren, was er een tijd voordat hij was verwekt. Wat betekent dat er een tijd was voordat hij was? Wat betekent dat hij een geschapen wezen was? En we hebben hier sympathie voor, tegenover mensen die per ongeluk de tekst op deze manier lezen. En dit is een groot argument van mensen zoals Jehovah's getuigen. Het probleem is dat de uitdrukking enig geborenen van een enkel Grieks woord komt, monogenes. Het zijn dus de twee delen van dat woord. Dus het is niet enig geboren, het is een woord met een koppelteken. Maar zelf dat is een beetje misleidend, dat je nog steeds enig geboren erin hebt. Dat mensen in het Nederlands suggereert dat Jezus gemaakt, een schepsel is.
Maar we weten dat Jezus niet is gemaakt, want in de proloog van het evangelie van Johannes, waar we deze zin, deze uitdrukking vinden, vers 18, vinden we erboven in vers 1 dat Jezus God wordt genoemd. En we lezen, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God, Johannes 1:1. En in vers 3 dat Jezus wordt geïdentificeerd als de ongeschapen schepper, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is, Johannes 1:3. Alle dingen zijn ontstaan door hem en afgezien van hem is er niets ontstaan dat tot stand is gekomen. Dat is een waterdichte beschrijving van deze die het woord wordt genoemd en later vlees wordt, vlees aanneemt, ongemaakte schepper. God zelf wordt een mens. En daarom lezen we nu dit woord enige geboren, zoals ik denk wat het bedoeld was om te worden opgevat als uniek, one of a kind, monogenes, één genes, één soort type, één enkel lid van een klas. Jezus is uniek. En Johannes 1:18 zegt dat niemand ooit God heeft gezien, maar de monogenes God, de unieke God, de Godmens, die in de schoot van de Vader is. Hij heeft hem ons verklaard. In andere woorden, Jezus, als de unieke Zoon van God, God in het vlees, is ook in een unieke positie om de Vader te onthullen. Daar gaat het om. Het feit dat hij een zoon is, onderscheidt hem van de Vader. Het feit dat hij een zoon is, maakt hem God, simpel gezegd. De Zoon van God is God de Zoon. En hier stuiten we op een andere hint uit het verleden. Ik had Jesaja 7 geciteerd, de maagd zal zwanger worden. En dit is een vers waar we rond kersttijd over nadenken. En dat zouden we ook moeten doen. Maar er is nog een vers dat slechts 2 hoofdstukken later komt. Dat is ook een vers waar we over nadenken in de kersttijd. En hier is het, Jesaja 9:5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman en sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Jesaja 9:5. Machtige God, El Gibor. Dit is een uitdrukking die wordt gebruikt om de God van het Oude Testament te beschrijven. Er zal een kind geboren worden, een zoon zal gegeven worden. En hier hebben we een hint dat deze grote Messias koning een mens is, de zoon zal geboren worden, het kind zal geboren worden, maar hij is meer dan alleen een mens. Hij is de eeuwige zoon, die wordt gegeven. Dat is precies waarom, wanneer we het Nieuwe Testament lezen, in een meer precieze openbaring, dat de geschriften Jezus God noemen, omdat hij God is. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God, Johannes 1:1. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid zou wonen. Heel de volheid wonen zou, Colenzen 1:15-19. Dus hier is de volheid van goddelijkheid als je het niet zeker wist. Hebreeën hoofdstuk 1 begint te zeggen dat God zichzelf op vele manieren openbaarde in de geschiedenis, maar in de laatste dagen heeft hij zich voor eens en voor altijd geopenbaard in zijn Zoon. En dit grijpt terug naar Johannes hoofdstuk 1, waar de monogenes God in staat is de Vader te onthullen. Waarom? Omdat hij de afstraling is van zijn heerlijkheid, zegt de schrijver van Hebreeën, en de afdruk van zijn zelfstandigheid, van zijn natuur, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Nou, alleen God doet dat. In Titus hoofdstuk 2:13 schrijft Paulus naar Titus, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Daarom leert de Bijbel dat Jezus de ongeschapen schepper is. Daar hebben we al over gesproken in Johannes hoofdstuk 1:3, maar we zien ook een herhaling hiervan in Colossenzen 1. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Colossenzen 1:16. Let op de echo van het heerschappij hier. De koning in zijn rijk, de koning creëert het domein. Het domein is van hem omdat hij het gemaakt heeft. Hetzelfde zie je hier. Alle dingen worden door hem gecreëerd. Ze zijn allemaal van hem. En dit is de reden waarom de teksten uit het Oude Testament verwijzen naar Yahweh, Jehovah, God, vaak worden toegepast op Jezus in het Nieuwe Testament. Ik hoop dat je uiteindelijk gaat zien hoe God de drie-eenheid hier laat zien. Dat we de drie-eenheid zien omdat God deze heeft geopenbaard. Dus we hebben deze vereisten voor deze grote koning, deze Messias, deze redder, en we sommen deze op. Maar dan zijn er nog wat andere dingen die gedaan moeten worden. Er is een probleem en hoe wordt dat probleem goed opgelost? Het is opgelost als er een maagdelijke geboorte is. En deze geboren uit een maagd is uit eeuwigheid. Hij is de maker van alle dingen. Hij is de Heer.
We bereiden een weg voor God, Johannes de Doper. Zie hoe alles op zijn plaats komt. Je ziet de Nieuwe Testamentische christenen, de eerste vroege volgelingen van Christus, noemen Jezus Heer. Ze begrepen zijn goddelijkheid. Niet omdat ze een cursus over de drie-eenheid volgden. De drie-eenheid was gedurende een paar honderd jaar min of meer uitgewerkt in een soort theologisch detail, maar er was geen verwarring over dat Jezus God is. Dit beweerde hij, zo vaak dat hij een aantal keren bijna gestenigd werd voor die bewering en voor het doen van dingen die alleen God kon doen, waar alleen God de autoriteit voor had om te doen, zoals het vergeven van zondes. En wanneer we zo te zeggen een beetje beginnen te wennen aan dit idee, als er kleine stukjes en beetjes worden gegeven, beginnen andere dingen logisch te worden. Jesaja schrijft in het Oude Testament: Ik heb gezworen bij mijzelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen en elke tong bij mij zal zweren. Jesaja 45, 22, 23. En hier spreekt God. En als je dan leest in het Nieuwe Testament, Filippenzen hoofdstuk 2, 10, zie je dat in wezen datzelfde passage wordt gepakt of geciteerd. Maar het is niet de naam van Yahweh, maar in de naam van Jezus. Dat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Filippenzen 2:10-11. En Jesaja 43:10 zegt, Ik ben de Heere, buiten mij is er geen heiland. Jesaja 43:11. Er is geen heiland buiten God. Heiland betekent zaligmaker, redder. En 2 Petrus 1:1 zegt, Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en heiland, Jezus Christus. 2 Petrus 1:1 van de MBG-vertaling. Jezus is de heiland, de zaligmaker, de redder. Jesaja 44:8. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Maar in 1 Korinthe 10 identificeert Jezus als de geestelijke rots. En er zijn veel van dergelijke geschriften. Want wat we hebben is het ondenkbare idee. De God zelf op het toneel is verschenen in de vorm van een mens. Hij is naar beneden gestapt, uit de hemel neergedaald. En hij heeft zichzelf op een heel andere manier aan de mensheid gepresenteerd dan hij ooit eerder heeft gedaan. Luister, God heeft de aarde eerder bezocht, maar op een hele unieke manier. Wanneer God de aarde in vorm bezoekt, zeg maar, bijvoorbeeld als hij een manifestatie fabriceert, als een brandende doornstruik dat niet wordt verteerd, of hij neemt de vorm aan van een man en hij praat met Abraham bij de eiken van Mamre, daar in Genesis hoofdstuk 18, of wanneer hij misschien opduikt als een gloeiende figuur in de oven met Sadrach, Messach en Abednego, kijk, God manifesteert zichzelf daar. Hij neemt de fysieke vorm aan. En trouwens, engelen kunnen dit ook. Ze kunnen zich fysiek manifesteren. Ze kunnen verschijnen als mensen. Maar ze zijn niet echt mensen. Ze zijn geen geest. Je kan niet je hand er doorheen steken. Als verschijning lijken ze echt. Zelfs de schrijver van Hebreeën vertelt ons dit. Dat we ons hiervan bewust moeten zijn. En dat we gastvrij moeten zijn. Dit omdat engelen soms verschijnen. En we ze dan niet behandelen zoals we zouden moeten doen. Omdat ze niet als engel zullen verschijnen zoals wij denken. Ze zullen geen vleugels hebben. Ze kunnen net als mensen verschijnen. Dus er is een mogelijkheid voor persoonlijke wezens die van nature immaterieel zijn om in vorm te verschijnen. Zo ook God. En er is hier een woord voor en dat is theofanie. God verschijnt als het ware in vorm. Hij openbaart zichzelf als een of andere fysieke manifestatie, oftewel een stem, kan ook, verschijning. En zo dus niet in zijn werkelijke substantie, zijn zelfstandigheid. Maar er is dus een tweede manier waarop God de aarde kan bezoeken. En dat is wanneer hij in substantie de aarde bezoekt. Nu is zijn substantie onzichtbaar. Het is niet in vorm, maar het kan worden samengevoegd met een menselijk lichaam. En dat is wat de incarnatie is. Ken je de uitdrukking chili con carne? Dat betekent chilipepers met vlees. En dit is God con carne. God met vlees, de incarnatie. In Micha 5, hij zal voortkomen uit Bethlehem, maar is van eeuwige dagen af. Daar is zijn menselijkheid en zijn goddelijkheid. In Johannes 1, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Johannes 1, 1. Daar is zijn goddelijkheid. En in Johannes 1, 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes 1, 14. Daar is zijn menselijkheid. En Jezus draagt de glorie, de
de heerlijkheid van de goddelijke natuur waarmee hij in eenheid is. En dat is waarschijnlijk een te zwakke manier om het te zeggen, omdat in de incarnatie God werkelijk mens wordt. Hij verandert niet in een mens. Nauwkeurig gezegd neemt God de mensheid aan in Christus. Hij voegt toe aan zijn goddelijke natuur een menselijke natuur. En voor God om dat te doen, voor God, en denk er maar eens goed over na, voor God die zo ver boven ons is, zo ver hoger is, zoveel meer is, zo hoger verheven is, en dan het soort natuur, lichaam aanneemt dat wij hebben. Daarvoor moet God naar beneden komen om dat te doen. De natuur gaat niet omhoog. God moet naar beneden komen. God moet naar beneden treden. En wanneer jij naar beneden treedt, met betrekking tot anderen, dan is er een woord dat we gebruiken om dit te beschrijven. En dat woord is nederigheid. Dat is wat nederigheid is. Nederigheid is naar beneden stappen. Je bevindt je op een bepaalde plaats, een bepaalde hoogte, een bepaalde rang en je stapt af naar beneden. Je plaatst jezelf onder iemand. Je verheft ze hoger dan jezelf. Je bent niet aan het opscheppen over je eigen ding. Je probeert om andere mensen centraal te laten staan. Je dient ze. En dit is precies de manier waarop Paulus de incarnatie beschrijft in hoofdstuk 2 van Filippenzen. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Paulus heeft in gedachten dat God aftreedt en klein wordt, als je het zo wilt noemen, om met ons te verbinden en voor ons te zijn, wat we nodig hebben, onze redder. Dat is wat Paulus zegt. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Hij houdt dus niet vast aan zijn rechten bij wijze van, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En dat is een grote stap naar beneden voor God. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Filippenzen 2:5-8. En we willen niet dat je de kracht van deze passage mist, omdat Paulus ons aanmoedigt om als Jezus te zijn. Hij geeft ons enig inzicht in de diepe daad van nederigheid die het voor God om onze redder te worden, om naar ons toe te komen in de vorm van een mens, omdat hij niet alleen maar een mens werd, hij werd een dienaar van mensen. Hier ga ik een parafrase uit het boek gebruiken, omdat ik denk dat dit echt goed het gevoel vastlegt van wat Paulus probeert over te brengen, in de nederigheid van het aftreden, van het klein worden van God. En het boek vertaalt het zo. Die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste. Zelfs tot in de dood aan het kruis. Filippenzen 2:6-8 van het boek. Hij stierf en de dood die hij onderging was dat van een gewone misdadiger. Zo groot was Gods nederigheid voor ons. Er is hier echter een belangrijk punt. En dit is een theologische kwestie die we in gedachten moeten houden. Als God aftreedt en klein wordt, hield hij nooit op om God te zijn. Hij legde nooit zijn goddelijkheid opzij. Hij ontdeed zich niet van goddelijkheid. Het is eerder zo dat hij zijn privileges opzij legde. Hij ontdeed zich van zijn privileges om een mens te worden, om de mensheid aan te nemen. En de unieke vereniging van de goddelijke natuur met de menselijke natuur wordt door theologen de hypostatische vereniging genoemd. In de ene persoon van Jezus de Messias waren er twee naturen, onverminderde godheid en de volledige mensheid. Jezus was volledig God en volledig mens. Volledig God en volledig mens. Eén persoon, twee naturen. Dat heet de twee naturenleer. De Chalcedonian Formula of Chalcedonian Box, van de Raad van Chalcedonië gehouden 451 na Christus. En dat is de beste, eenvoudigste beschrijving van wie Jezus was. Volledig God, volledig mens, één persoon en twee naturen. Soms refereerde Jezus als hij sprak naar zijn menselijke natuur. En andere keren dat hij sprak, verwijst hij naar zijn goddelijke aard. Wanneer hij zegt de Vader groter is dan ik, dan is het in het licht van zijn menselijkheid. Wanneer hij zegt ik en de Vader zijn één, dat is in essentie, verwijst naar zijn wezen. We praten over het geboren kind in de kribbe, dat zijn menselijkheid, als we zeggen dat de ene voortkomt uit Bethlehem, wiens begin van eeuwigheid is, dat is zijn goddelijkheid. Dus we zien dit samenspel in het verslag, waarvan ik denk dat dit ons in een interessante positie plaatst, terwijl we dit proberen te formuleren, dat we worden rondgeduwd om de doctrine van de drie-eenheid door de mensen die er niet in geloven.
Jehovah's getuigen bijvoorbeeld, Mormonen, Unitariërs en anderen, dat ze in al deze gevallen een soort erkenning van de geschriften hebben, maar waar ze gaan wijzen naar versen die hun punt lijken te maken dat Jezus maar een mens was, maar Jezus was ook een mens. Maar er is meer aan de openbaring. Het is niet alleen dat Jezus een rechtvaardig mens is, omdat er andere passages zijn die andere dingen zeggen en die ons ver voorbij zijn menselijkheid brengen, die deze groepen allemaal negeren. En dus wat de drie-eenheid is, het idee dat er drie personen zijn die leven in de ene goddelijke natuur, die deel hebben aan de ene goddelijke natuur, is bedoeld als een oplossing en niet als een probleem. En in feite, als je niet iets als deze oplossing hebt, heb je een probleem. En welk probleem is dat? Het is het probleem met de openbaring, omdat je de openbaring niet in elkaar kunt laten passen. Tenzij we de drie-eenheid hebben, omdat de drie-eenheid de passages uitlegt die verwijzen naar de goddelijke natuur van Jezus, en de passages die verwijzen naar de menselijke natuur van Jezus, en tegelijkertijd het idee ondersteunt dat er één enkele God is. Één ware God, één wezen, die bestaat in drie verschillende personen. Drie verschillende bewustzijn in dit ene wezen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie-eenheid is een tweede eeuws term die niet in de Bijbel wordt gevonden, maar het concept is daar. Dus de term wordt alleen genoemd, is bedacht om dit idee vast te leggen. Dit is volgens ons de enige oplossing die samenhang brengt in alle Bijbelse getuigenissen over Jezus en God. En er is meer te zeggen over de drie-eenheid, maar dat is misschien iets voor een andere aflevering. Laat me hier verder gaan als afsluiting van de aflevering, want nu staat dus alles op zijn plaats. De gordijnen gaan bijna omhoog, en als een bekwame regisseur heeft God de elementen van zijn productie zorgvuldig gerangschikt. De wereld wacht op een beloofde verlosser, een redder, een koning, die ook een Messias is, hij zal een man zijn, een Jood, een zoon van David, hij zal de hoop van de vaders vervullen, de belofte van Abraham, de belofte van het nieuwe verbond, een politiek herstel en een geestelijke vernieuwing voor Israël. Hij zal zorgen voor volledige vergeving van zonden, hij zal de gaven van de Heilige Geest geven, hij zal een koning zijn die over een eeuwig koninkrijk gaat heersen. Het zal God zelf zijn, en wat ik hier net zei, is een soort samenvatting van alles wat eerder is gebeurd. En met dat in gedachten wil ik dat je de stemmen nu hoort, van de herauten, de verkondigers die God geeft als hij uit de hemel komt en in de geschiedenis verschijnt, als hij is geboren op deze aarde. De engel Gabriël verschijnt aan Zacharias, en dit lezen we in Lucas hoofdstuk 1, en Zacharias is een priester. Hij is de vader van Johannes de Doper, en Johannes de Doper zal deze grote profeet zijn. De engel zegt, verwijzend naar het kind, dat geboren zal worden uit Zacharias en zijn vrouw, en we lezen, want hij, Johannes de Doper dus, zal groot zijn voor de Heere, zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden, en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. Referentie hier naar Malachi. Hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. Weer Malachi. En de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardiging om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Lucas 1, 15, 17. Dan verschijnt Gabriël aan Maria en zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, Yeshua, Joshua, oftewel redder. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen, Lucas 1, 31, 33. En dan verschijnt de engel aan de herders in Lucas 2. En de engel zegt tegen hen, namelijk dat heden voor u geboren is, de zaligmaker in de stad van David, hij is Christus, de Heere, Lucas 2, 11. Zodra Johannes de Doper is geboren en Zacharias zijn stem terugkrijgt, profiteert hij over dat jonge kind. En hier een aantal stukken uit deze lofzang. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilige verbond, de eed die hij en Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en de schaduw van de dood en om onze voeten te richten op de weg van de vrede, Lucas 1, 69, 72, 73, 77, 79. Dit maakt allemaal deel uit van de profetie. Hij komt niet uit de lucht vallen. Het komt niet uit het niets. Het is een herhaling van alles wat ervoor is geweest. Toen Maria in Lucas hoofdstuk 1 Elisabeth groet
en het kind, Johannes de Doper, in zijn tweede trimester springt op in de baarmoeder van zijn moeder, van vreugde gevuld met de Heilige Geest. Maria reciteert wat bekend is komen te staan als de Magnificat. Dit prachtig lied waarop ze terugblikt op de zegen van Abraham, die beloofd was dat hij zijn dienaar Israël hulp heeft gegeven ter nagedachtenis aan zijn barmhartigheid toen hij onze vaderen sprak tot Abraham en zijn nageslacht voor altijd. Bij de tempel als Jezus wordt binnengebracht en Simeon ziet hem en zegt: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Lucas 2:29-32. Anna in dezelfde situatie, en zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Lucas 2:38. De wijzen, wanneer ze waarschijnlijk weken later arriveren, die zeggen: en ze zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Matthäus 2:2. Johannes de Doper verwijst naar Jezus als het Lam van God in Johannes hoofdstuk 1 en in Marcus hoofdstuk 1. En zegt dat Jezus zal dopen met de Heilige Geest. Daar is het nieuwe verbond. Dus Jezus is geïntroduceerd in de wereld. Hij opereert in opdracht van bovenaf. Jezus zegt in Johannes 6, want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Johannes 6:38. Hij wordt volledig beperkt door de verbonden. Hij is mens, hij is God. Als God is hij verantwoordelijk naar de mensheid om de belofte aan Abraham na te komen. Als een Joodse man is hij verantwoordelijk naar de Vader om het Mosaïsche verbond te vervullen, waar de mensen in deze tijd nog steeds onder staan. Het Mosaïsche verbond is nog steeds van kracht tijdens de openbare bediening van Jezus. En hij maakt daar een opmerking over. Zou daarna niet worden afgedwongen, maar in die tijd was het dat nog wel. Hij moest volmaakte gehoorzaamheid aan de wet tonen. Hij moest een volmaakt offer zijn, een smetteloos lam, vervloekt en geëxecuteerd onder de wet. Dit maakt de volledige vergeving mogelijk die in het nieuwe verbond is beloofd. Zie je, luisteraars, Jezus was de vervulling van alles wat ervoor kwam. Met betrekking tot Adam en het zaad van de vrouw. Met betrekking tot Abraham en de zegen voor de naties. Met betrekking tot Mozes, vervloekt onder de wet. Dit is trouwens iets wat hij begreep. En de schrijver van Hebreeën zegt in hoofdstuk 10, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonden hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Hebreeën 10:5-7. Dit gaat allemaal volgens plan. Wat David betreft, hij is de beloofde eeuwige koning. Wat Jesaja betreft, hij is de leidende dienaar. Wat betreft Jeremia, de voorziening voor vergeving en een nieuwe relatie met God. Wat betreft Ezechiël, de doper in de Heilige Geest. En buiten de geboorte wacht de hele schepping op dit unieke leven om zich te ontvouwen. Omdat de hele geschiedenis voor dit moment is georchestreerd. Als God uit de eeuwigheid stapt en in de tijd. Jezus, de nederige dienaar, geboren in een kribbe, onder nederige mensen. Jezus, de beloofde Messias, de toekomstige koning, de belofte van David. Jezus, de redder van de wereld. En met dit alles op zijn plaats gaan we de volgende keer verder. De volgende aflevering zullen we kijken naar de mens Jezus van Nazareth die God werd en de betekenis van zijn dood op het Romeinse kruis onderzoeken. Bedankt voor het luisteren. God zegen.